Mijn naam is René Tepas. In de Eredivisie voor vrouwen speelde Ajax vrouwen thuis tegen PSV vrouwen. Eindstand 0-3. Doelpunten van Fenty, Larissa en twee keer Jesseline Kuipers. Angela Christa die voor mij. Hoe vond je de wedstrijd gaan? Ja, super. Ja. Een moeilijke wedstrijd? Nou, ik denk dat we het systeem goed is uitgepakt en uiteindelijk 3-0 overwinning. Ja. Het is altijd lastig om hier te spelen natuurlijk. Maar ik denk dat we het heel goed hebben gedaan met z'n allen. Was het moeilijk met de ballen die je kreeg? Nou, in de eerste helft een aantal balletjes die wat lastig waren. En natuurlijk speel je met de wind tegen, dus natuurlijk altijd wat lastiger. Maar ik denk dat het prima is gegaan. Ja, ja, de wedstrijd zelf, ik vond je knap sterk keeper. Had je dat gevoel zelf ook? Ja, ik voelde me lekker. En het was zo'n belangrijke wedstrijd vandaag. En ik denk dat je daar aan alle meiden zag die op het veld stonden en naar buiten. Dus ik denk petje af voor iedereen. Ja, nou de play-offs hè? Ja, zeker. Ja, gaan we ons daarop richten. Had je daar van tevoren ook het gevoel van, ja, dat gaat lukken? Nou, we hebben goed met elkaar gezeten. En we wisten dat, de kans was natuurlijk minimaal. Maar we wisten dat we hier 3 punten moesten halen. En dan waren we uiteindelijk nog afhankelijk. Maar we hebben elkaar goed in de ogen aangekeken. En we hebben gezegd, we gaan deze wedstrijd pakken. En daarna zien we wel hoe het eindigt. En het is goed uitgepakt. Ja, zeker weten. Ja, zeker weten. Ja. Dus dat wordt een feestje. Ja, dat wordt dan even een feestje, ja. Dan gaan we wel goed vieren. Hoe kan het seizoen nog voor jou mooi aflopen? Nou, dit is natuurlijk een heel mooi moment en daar gaan we met z'n allen zeker van genieten. Maar hierna gaat de focus zeker op de play-offs en gaan we daar iedere wedstrijd kijken hoe we ver komen. Wat maakt het voor jou het leuk om te kunnen keepen? Is dat een meisjesdroom of is dat een bepaald gevoel wat je meeneemt? Nee, dat is iets om. Ik ben op 7-jarige leeftijd begonnen, dus dat is iets wat ik heel mijn leven al doe. En op dit niveau keeper is natuurlijk wel het mooiste wat er is. En natuurlijk Oranje. Dus ja, zeker. Nou, Vrouwenvoetbal Nederland, waarvoor ik nu ook verslag doe. Je hebt 3 jaar achter jaar als keepster van het jaar gekozen. Ja, dat klopt. Ja. Dat is al enig tijd geleden, maar dat is inderdaad waar. Wat vind je dat er een goede keepster aan moet voldoen volgens jou? Het is een keepersvak vind ik een beetje ook een ervarings. Dus je ziet wel hoe ouder je wordt, hoe meer ervaring je krijgt in het spelletje en de manier van keepen, zeg maar. Dus ik denk vooral dat je veel met ervaring, dat je daar heel veel mee kan oplossen. Moet je daar een bepaald type voor zijn of is het een bepaald gevoel waar je mee speelt? Ik denk niet dat je een speciaal type daarvoor hoeft te zijn, maar ik denk dat het in je zit of niet. Ja. Ja. Had je anders nog een ander speelster willen zijn als keeper of is dit echt wat je graag wilde doen? Nee, ik ben altijd keeper geweest. Ik heb nooit gevoetbald. Gaaf, hè? Ja, super gaaf. Ja. Wat wil je voor jonge keepers eigenlijk meegeven die nou het keepersvak willen gaan leren? Nou, je moet vooral plezier hebben in wat je doet. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. En daarna ga je zeker stappen maken als jij een droom hebt om ooit bij een club als PSV te komen spelen of in Oranje. Dus vooral genieten en plezier hebben en dan komt de rest vanzelf. Oké, okay. Hoe bevalt het hier bij PSV? Ja, supergoed. Het is al mijn 6e seizoen, dus prima naar mijn zin. Je hebt afgezeid van deze elftal. Was dat heel moeilijk voor jou of was het een bewuste keuze? Het was heel moeilijk, maar wel een bewuste keuze. Ik heb er inderdaad heel lang over na moeten denken. Nachten wakker van gelegen inderdaad, voor die keuze te maken. Maar uiteindelijk wel een bewuste keuze die ik heb gemaakt. Ah, ja, bedankt hè. Graag gedaan. Oké. Okay. Succes. Hoi.